Meite Gisner Distenveld, 44 jaar. Antje Gisner Hartman, 43 jaar. Iedere naam is een mens. Een vader, een moeder, een zoon, een dochter. De namen voorlezen maakte 102.000 slachtoffers weer individuele mensen. Hoopt herinneringscentrum Kamp Westerbork. Nu hebben alle stenen een naam gekregen. Want er staan 102.000 stenen hier zonder naam. Maar nu, terwijl wij dus hier gelezen hebben, nu hebben ze allemaal een naam. Niet zichtbaar, maar ze hebben wel een naam gekregen. En dat betekent heel veel, voor mij in ieder geval. Joop Waterman is een van de mensen die vanmiddag namen voorleest. Hij wordt tijdens de oorlog geboren in Kamp Westerbork. Een deel van zijn familie komt om in de Duitse vernietigingskampen. Het is best emotioneel, ja. Nooit mijn eigen namen van de familie gelezen. Dat niet, want ik denk dat ik dan even zou stokken. 116 uur, toen 700 mensen over het voorlezen van de 102.000 namen. Het is de derde keer dat de Nederlandse slachtoffers van de Duitse kampen op deze manier worden herdacht. Hona Chiron, 59 jaar. Het is wel heel overweldigend, denk ik, dat je aan de ene kant zoveel namen, iedere keer weer, hè, je komt hier of je luistert even en het gaat maar door met die namen. En ook zoveel mensen die komen om te lezen, de gesprekken daarover, de emoties die erbij zijn. Dus het is een heel bijzonder project die ik niet kan vergelijken met iets anders. Om 3:30 vanmiddag wordt de laatste naam voorgelezen door Auschwitz-overlevende Bloeme Evers-Emden. Heinrich Cismarovic, 19 jaar. Waarna de bijeenkomst wordt afgesloten met muziek.